de bedstee. En hier slapen vader en moeder in de bedstee. Waarom is die bedstee zo klein, vraagt iemand. De mensen waren vroeger niet zo groot en de mensen sliepen rechtop. Waarom sliepen de mensen rechtop? Wat denkt u? Wat denkt u waarom de mensen rechtop? Omdat er geen plaats had, was ik kan dat niet. Nee. Nou, u bent wel een beetje warm. Ze hadden geen elektriciteit, dus, maar ze hadden wel een stukje land achter hun huisje. En op dat land bouwden ze groenten en andere dingen. En die wilden ze wel de hele winter bewaren. En die bewaarden ze in pekel. Ah. En pekel is heel zout. Dus de mensen kregen veel te veel zout binnen. En dan kregen ze hersenberoertes en hersenbloedingen. Maar ze dachten, als ik nou rechtop ga zitten, dan gaat mijn bloed niet naar de hersenen. En dan krijg ik dat niet. Ze hadden eigenlijk niet... Moeder ligt in die bedsteen en vader die is nou werken, maar die komt vanavond ook thuis. En moeder heeft kinderen en de kinderen die nog borstvoeding krijgen, die mogen nog in de bedsteen slapen. Hier ligt er één in het kribbetje. Als die nou 11, 12 maanden is, krijgt ze nog steeds borstvoeding en dan komt alweer de volgende. Als er dan geen plaats is, dan schuiven ze dat hieronder. En dat noemen ze het ondergeschoven kindje. Oh. Ja,